Micro aanzetten. Hello, hello. Goedemiddag, iedereen. Er zijn precies nog niet zoveel mensen online. Ik had ook de indruk dat er... Hey Bart, welkom makker. Je hoort mij? Hey Cronus, welkom. Even checken, horen jullie mij? Oké, top. Dat is goed nieuws. Hey Neil. Welkom makker. Ik heb de indruk dat we vandaag maar met een select clubje gaan zijn, maar dat is niet erg. We hadden alweer een aantal mensen laten weten dat ze er niet bij konden zijn. Misschien toch eens iets proberen. Wat vinden jullie mannen die nu al online zijn van het uur? Van dit uur op een zondagnamiddag, rond 2 uur. Wat, zou dat op een ander tijdstip misschien beter uitkomen voor jullie? Op een avond misschien? Het is gewoon maar een vraag. Ondertussen wachten we nog eventjes op andere mensen. Oké. Neil. Ja, sorry van de vorige keer, man. Dat is een beetje misgelopen. Maar ondertussen heb je niet stilgezeten, hoor ik. En chic en track, echt wel. Alright. Voor mij 14 uur oké, maar s'avonds in de week na 20 uur zou ook lukken. Oké. Ja, dat is wat er toch af en toe terugkomt. Zo na, op een avond, na 20 uur. Even kijken. Oké. Eens zien wie er nog allemaal aanwezig is. Zijn er nog mensen aanwezig? Ik denk het niet, hè. Het is een hele selecte vandaag. Even kijken. Alright. Oké. We gaan ook niet te lang wachten, we gaan er gewoon in vliegen. Even kijken, vermits dat Neil al eventjes moeten wachten heeft op zijn selectie, dan gaan we er maar meteen in vliegen met Neil. Hè. Super track trouwens, dat heb ik juist al gezegd. Alright, even kijken, mijn loopback, staat die op? Yes. Oké, we vliegen erin met een trackje van Neil. Ja, maar... Het is de laatste maanden wat rustiger. Ik denk dat... Of de laatste keren wat rustiger. Ik zal het zo zeggen. Ik denk dat iedereen zo'n beetje zijn eigen tempo terug... En zijn eigen ritme terug aan het vinden is in het sociale leven. Want natuurlijk, tijdens de lockdown mochten we niet buiten komen. Maar dat is niet erg. Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik er de laatste tijd ook wat minder reclame rond maak. Dus dat kan er ook wel iets mee te maken hebben. Maar dat is allemaal niet erg. De mensen die online zijn, die help ik graag en die geef ik graag advies. En zolang dat er volk blijft komen, dan gaan we dat blijven doen. Hè. Misschien een keer minder of zo. We zien wel. Komt goed. Neil. Even kijken. Maar ik hoor hem niet. Horen jullie muziek? Nee. Net ging het wel, nu weer niet.
Oké, Neil. Ik heb hier zo net eigenlijk een track willen laten horen, maar ik wou eigenlijk de andere laten horen. Maar dat is niet erg. Hey Killa, welkom makker. Niet zo lang blijven, dat is niet erg. Neil, ik wou eigenlijk jouw andere track laten horen, maar deze Scotland Rave is ook leuk. Maar de andere is nog een stuk leuker. Do Murder the Beat van Cronus. Daar kom ik zelfs op toe, man. Nemesis, daar kom ik zelfs op toe. Ik moet eerlijk zijn, ik ga nog eens even een stukje terugluisteren naar deze. Want ik heb daar niet zoveel... Ik heb daar heel even naar geluisterd en dan kreeg ik jouw mail binnen van een andere. Dus ik kon heel even terugluisteren naar deze, een paar stukjes. Kontje. Ja, Neil, dat is feesten. Dat is weer feesten. Waar jij de vorige keer niet ook zo'n feesttrackje had gedaan. Maar ik moet heel eerlijk zijn. Op de een of andere manier krijg ik hier weer de muziek. Niet door mijn speakers. Dus ik kan daar niet 100% over oordelen. Maar wat ik even ga doen, Neil, is... Jij hebt toch nog een andere track doorgestuurd, als ik mij niet vergis. Help mij eens even, even kijken. Jij had ook volgens mij nog deze, Love. Ja, nee, dikke feest, Neil, dikke feest, maar ik kan even niet goed beoordelen op mix en zo. Want ik hoor hier momenteel even alles door mijn klein speakertjes op mijn laptop. En op die manier ga ik jou geen mixbeoordeling geven. Dus heel raar. Oftewel moet ik eens even terug hier opstarten. Want daarnet ging alles. No. Oké. Even checken. No. Alright. Jullie horen mij nog? Ik hoop dat ik nu wel... Het is lang geleden, maar ik heb deze keer nog eens even een technisch probleempje met een audio. Geen idee waarom. Alright. Neil, we gaan even verder met uw love. Ik kom gewoon per mail terug. We gaan even verder met uw love. En ik kom per mail terug op deze track die we net gehoord hebben. Alright? Komt-ie. You think you know me? Say I'm as cold-hearted as they come. You think I'm slowly cutting my ties with you, that I'm done. Here's what you don't know. Feelings, they grow slow. I've just been caring for mine. Now I can feel it. Now I believe it. Baby, tonight is the night. I'm gonna call you up in the name of love. Gonna call you up and tell you that I'm not giving up in the name of love. I'm not giving up yet on you. It's easy, yeah. Falling in love, well, maybe for you. I think it's crazy, oh no. But I'll be damned if I'm not a fool. Here's what you don't know. Feelings, they grow slow. I've just been caring for mine. Now I can feel it.
now I believe it. Baby, tonight is the night. I'm gonna call you up in the name of love. Gonna call you up and tell you that I'm not giving up. In the name of love, I'm not giving up yet on you. Alright, Neil. Tweede trackje voor de Neil. Ja, zoals Fried het al zei, crystal clear. Ik hoor nog wel dat er een beetje werk aan is. Je zegt ook, dit is work in progress, dus op dat geen enkel probleem. Ik zou jou eens aanraden om... Ik weet niet of je Galantis kent. Ja? Je moet eens gaan luisteren naar die arrangementen. He, voor dit is recht, vind ik Galantis bijvoorbeeld een perfect voorbeeld. Ik zou bijvoorbeeld hier op die arrangement gewijzen. Ik zou bijvoorbeeld je one-liner... Dit stukje, he, ik zou dat bijvoorbeeld al na 3 maten laten terugkomen in je drop bijvoorbeeld. Zo snapte, en die even je drums laten wegvallen en dan zo met een felineke werken en zo. Weet je, er is zo nog wat werk aan het arrangement, maar het is een veelbelovend trekje. En voor de rest, ik zou misschien die strings, wat me er straks ook opviel, is dat ze nogal aan de linkerkant zitten. Ik zou die echt laten opvallen. Hè. Je moet die... ja, dat, het is op dat moment is dat je hoofdingrediënt, hè? Is dat je lead. En ik zou die vooral aandikken of misschien een beetje satureren en zo, dat die toch wat meer opvallen. Maar voor de rest heeft dat heel veel potentie. Alles zit mooi in balans. Ik heb er voor de rest weinig op te merken. Alleen nog een beetje arrangementen. Een beetje een arrangement. Ik weet niet of dat iets is waar je jezelf in kan vinden, Neil. Ga zeker eens check, zeker eens Galantis. Maar ja, waarschijnlijk ken je die wel, hè? Alright. Goed. Even denken. Wat zit er hier nog? Wat zit er hier nog? Is... Even kijken wie dat er... Is Avolto aanwezig? Ja, hè. Avolto was aanwezig, denk ik. Herlock Sholmes zat in de verkeerde stream. Dat kan gebeuren. Ja, ik zou eigenlijk in mijn mails... Ik weet niet of je de mails leest. Want het was niet Herlock, het was Ian zeker, hè? Ian. Ik weet niet of je de mails leest. Ik zou daar eigenlijk de link moeten best insteken. Hè? Maar goed, je bent er geraakt. Geen enkel probleem. Top. En Avolto is aanwezig. Dan gaan we gewoon even verder met Avolto zijn track. Allee, waar is mijn... QuickTime player. Even kijken. Graag gedaan, Neil. Als je nog vragen hebt over de playback, mag je dat gerust doen in de chat. En dan kom ik er nog op terug. Hè. Even kijken. Mijn downloads ondertussen. You Amaze Me. Voilà, dat was hem. Hè. Van Avolto. Ook een heel leuke track trouwens. Oké. Komt-ie. Hanging by the club again. You wore that dress that made you stand out from your friends. So took a moment to hesitate. You had me feeling more than I could comprehend. I wanna tell you you're beautiful. These guys ain't nothing when they're next to you. Oh girl, I know that this sounds so typical, but I can love you when I know it's true.
eyes were tired, but I was in love. I held you close to me. Oh girl, there ain't nobody. Renzo was het, hè? You Amaze Me, hè? Nee, echt een toptrack, jongen. Arrangement, alles zit daarin. Wat ik heel leuk vind, is dat stukje organisch, hè, in het begin. Zo een beetje gitaar, hè, en dan gaat dat over naar de vocal. Er zit heel veel detail in, hè, heel veel ear candy. Waar je wel moet op opletten, hè, het is een vocal track, een pop-dance trackje, maar er zit een vocal in. Zorg wel dat je vocal verstaanbaar blijft. Want in het begin is dat zo geen probleem. Hier. You have me feeling more than I could comprehend. I wanna tell you you're beautiful. Van het moment dat die drums er beginnen invallen, hier, dan begint het op randje te worden. Dus ik zou er wel een beetje op letten dat als je een vocal maakt, dat je hem echt wel up front mixt en dat je die verstaanbaar houdt. Want het is dat uiteraard dat de mensen gaan onthouden. Hè? Als je een vocal track maakt, dan gaan mensen sowieso melodie en lyrics onthouden. Dus zorg dat die... Let daar een beetje op. Het is een beetje op trantje. De lead mag voor mij ook nog, hè, van het moment dat een drop er is, mag voor mij ook nog een klein beetje luider. Hè, kies, dat is hetgeen dat ik regelmatig zeg, kies echt één ingrediënt uit je mix en mix dan ervoor. Zorg dat dat echt duidelijk is, dat mensen niet kunnen gaan kiezen van... Allez, ze mogen wel kiezen, maar dat je echt iets naar voor, dat je echt iets naar voor mixt. En in dit geval in die een drop... Mag volgens mij die lead een klein beetje luider. Maar voor de rest... Allee, je subs... Je sub... Hier hoor ik het ook in de koptelefoon. Je sub zit redelijk laag. Misschien mag daar een dB'tje af. Ik weet niet of hem gesplitst is. Maar ja, voor de rest... dat zijn echt... ik heb het nu over details, hè. Maar elk detail is er één natuurlijk. En ik denk wel dat je met die dingen... Hè, probeer de vocal een beetje meer naar voren te zetten van het moment dat de rest erbij komt. En die lead een klein beetje luider. En je subs misschien een beetje... Alleen een dB'tje minder. En dan zit alles volgens mij perfect. Voilà, ondertussen heeft Neil jou al... labelradar.com Future House Music... Het is nog niet echt het e-mailadres van Future House Music, maar op labelradar.com kan je inderdaad veel e-mails vinden. Hè. Ik weet niet, Neil, heb jij daar een goede ervaring mee om zo credits te kopen en je track te laten beoordelen? Want dat is toch wel wat er kan, hè, op labelradar. Dus ik weet niet of jij er een goede ervaring mee hebt, Neil. Als je wil, laat eens even iets weten. Ja, graag gedaan. Renzo was het. Ja, sorry, alle namen. Graag gedaan. Ga er eens mee aan de slag. Probeer het eens. Hou deze mix sowieso, maar probeer het eens. Hè. En maak een tweede versie. En ga dan eens even kijken op verschillende... op je koptelefoon, op je speakers in de studio, in de auto. Ga dan eens kijken welke dat het beste overkomt. Oké. Goed, jong.
Bedankt voor erbij te zijn en blijf het tracks insturen. Hè. Zeker doen, want ja, kwaliteit ligt hoog. Echt wel. Oké, ondertussen lees ik hier van Herlock Jones, dat was Ian geloof ik. Ian, gratis kan ook. Oké, is wel een goede service. Ik heb het een jaar of twee geleden ook eens geprobeerd. Wel feedback gekregen, maar ik had daar niet heel veel aan eigenlijk, aan die feedback. Juist, het was SubmitHub. Just, het was SubmitHub. Die was minder. Ik heb het over SubmitHub. Inderdaad. Ik kende wel Label Radar, maar ik verwarde de twee even. Het is al even geleden bij mij. Dus ja, voilà. Niel, nog een bijkomende... even checken. Renzo was het. Amai. Nog een bijkomende tip. Oké. Okay. Goed. Is Sascha aanwezig? Even kijken of Sascha aanwezig is. Of we kunnen misschien even overgaan naar... Wie was het hier? Cronus. Cronus is aanwezig, dacht ik. Even kijken. Zo. Cronus... Ja. Cronus is aanwezig. Alright, laat ons even overgaan naar een ietsje rustigere rap beat. My dick, get in the flow, kill pickle Vic. Hit him like a hockey player, hit him with a stick. Hit him with a piece of house, you hit him with a brick. Trying to kill his fire beat, then my flow sick. Try to get the back, yeah, I just hit the lick. Get the money fast, yeah, get the money quick. Try to get rid of him, throw him off a cliff. Let the chopper bullet dance with my body stiff. He's not the first, but he already fifth. Hit the guy in his sleep like a good I guess. He already turning yellow like my golden piss. Thank you for this fire beat, thank you name assist. Scheme is kinda flow, flow way too fast. Spray him with the bullets, throw his in his rest. This flow's insane, this flow's so blessed. Learning this beat and it's finally best. Fucking with us, this is what he gets. Shoot him to the moon, try to a jet. Choking his throat till he's finally dead. Can't wait till I finally see the guy dead. It's the man on the floor, step on his head. Chop him into pieces and pieces of bread. Crashing my whip, I fuck up the dash. Fuck up my love, but I don't harass. Please officer, please don't arrest. Knock out the officer and steal his car fast. Chasing on the highway, trip full of cash. Ruined his life, yeah, his life is a mess. Let him off his job, yeah, I'm his best. Just fuck the 12, fuck them stupid rats. Messing with us, shoot him in the head. Messing with us, shoot him in the body. Got a lot of ice, don't let the bitches rob me. Busy life going on, don't let them even call me. Going way too hard, you can't even stop me. Just like Call of Duty, but now I'm bloodthirsty. I can smell your blood, yeah, I'm a little thirsty. You're fucking annoying, stop trying to hurt me. Why being so mean, stop trying to hurt me. Get a little bigger, start trying to burpee. Try to save your body, cause it's a little furry. Just like an ape, yeah, that type of ugly. Oké, okay, Cronus. Jij vroeg volgens je mail af of dat je verbeterd was. Ik kon niet direct jouw vorige track vinden, maar als ik me goed herinner, was die nog, stond jouw vocal vrij droog toen. Als ik mij nog goed herinner. Klopt dat? En... Als dat klopt, dan heb je zeker geluisterd naar hetgeen dat ik gevraagd heb. Hè? Van kijk, hè, ga dus... wat mij vooral opvalt, is dat je stem, dat je stem nu wel echt beter klinkt. Dus de EQ van de stem is beter. Maar wat mij nu vooral opvalt, is dat je zo een immens grote reverb op je track hebt. En dat die niet echt past met de muziek. Ja, voilà, ik dacht het al. Dat die niet echt past met de muziek. Dus, waar je... Ik weet niet, de beat, is dat een instrumental die je gekocht hebt of heb je die zelf gemaakt? Want het is natuurlijk, als je een instrumental koopt, dan is het nooit makkelijk om die goede balans te vinden
tussen, ja, tussen dus de muziek en je vocal. Dat is misschien een paar... Ik kan hier een paar puntjes opnoemen. Ik weet niet of dat ze voor jou van toepassing zijn, maar iemand... Allez, de vraag komt regelmatig terug van hoe mix ik best mijn vocal op de instrumental? Ja, je moet vooral weten, als je een instrumental koopt, degene die de instrumental maakt... Ah, die heeft Nemesis gemaakt. Oké. Okay. Alright. Samenwerking hier. Oké. Okay. Nu, wat doen beatmakers altijd, en waarschijnlijk ook Nemesis, en er is helemaal niks mis mee, dat is natuurlijk die track al zo vol mogelijk doen klinken. Maar je moet natuurlijk wel rekening houden als producer dat daar nog een stem in moet. In dit geval stond de muziek ook vrij luid tegenover je stem. Dus stap 1 is met een instrumental. Zet die al een dB'tje of twee stiller. Ja? En dan moet je natuurlijk die vocal, zodat die verstaanbaar is. Hij is al veel beter qua EQ, maar je moet hem ook consistent houden. Ik hoor nogal vrij hard stille passages en iets luidere passages. Probeer die vocal zo goed mogelijk te compresseren. En doe dat desnoods met twee... laat niet één compressor al het werk doen. Doe dat in twee. Laat dat door twee. Deel dat werk door twee. Dus pak bijvoorbeeld één compressor en laat die werken op de peaks. Dus zet die attack, zet die vrij snel, zodanig dat als er een peak doorkomt, dat die compressor direct die peak neemt en die naar beneden drukt. Maar zet dan uw release niet te lang, zodanig dat die compressor direct kan terugkomen om de volgende peak te nemen. Ja? Maar, dus, dat is één compressor die je peaks opvangt. Dus dan gaat je volume van al je vocals al een klein beetje meer consistent zijn. Maar pak dan een tweede die minder attack heeft, maar een langere release, waardoor dus het volume echt wat meer bij elkaar gedrukt wordt. Ja? En als je dat, het voordeel van dat met twee compressors te doen, is dat je, als je dat probeert met één compressor soms, dat je dan die volumebalansen, als die peaks doorkomen, dat je die heel hard gaat horen. Met twee compressors heb je dat veel minder. Dus, stap 1. Uw muziek wat stiller zetten. Zorg dat uw vocal consistent is. En dan moet je natuurlijk ook wel een beetje gaan luisteren van welke reverb zet ik op mijn vocal die past bij de muziek. Want nu zit je... Je hebt een vrij grote reverb. Als je je volume van je muziek ook gaat stiller zetten, dan ga je precies een beetje in een kerk staan zingen, staan rappen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus luister een beetje naar de sfeer van de instrumental. En... probeer daar een reverb op te kiezen. Meestal in rap zijn dat geen al te grote reverbs. En ik hoor hier eerder een... meestal in rap zijn dat room of chamber reverbs. Maar ik hoor hier, denk ik, eerder een hall met een lange staart in de reverb. Voor een effect kan je dat gebruiken, maar... voor een vocal, een algemene rap vocal, is dat niet zo van toepassing. Wat je nog kan doen, is in de muziek, om de vocal goed door te komen, is dat je een beetje mid-side EQing gaat doen. En alleen bijvoorbeeld de stem, we horen die het meeste tussen de 2 en de 4K. Dat is waar de stem het meeste aanwezig is. En je kan daar natuurlijk altijd in je instrumental een dipje leggen. Maar alleen in de midfrequenties, zodanig dat dat van buiten, dat niet aangekomen wordt. Op voorwaarde natuurlijk dat je vocal mono zit, je lead vocal, dat als die mono zit, kan je een klein dipje leggen in die instrumental, in de mids, tussen de 2 en de 4K. En dan gaat die vocal ook wat meer plaats hebben. Voilà, een paar stapjes die je kan toepassen. Ik hoop dat jij er iets aan hebt. Ik hoop dat je er iets mee aan hebt en dat je er mee aan de slag gaat.
Voor de rest, blijf je tracks gewoon insturen en dan, dan gaan we iedere keer verder. Wat denkt u daarvan? Even checken. Blijven jullie mij trouwens goed horen, want ik zie hier vandaag regelmatig mijn stream in het rood gaan. Dat wil zeggen dat die streams eigenlijk, dat ik heel veel drop-out heb. Weer geen flauw idee waarom, want ik doe alles hetzelfde als anders. Maar goed. Oké. Cronus en Nemesis, ik hoop dat jullie hiermee aan de slag kunnen. En volgende keer gewoon die beat terugkomt laten horen. Alright. Graag gedaan. Graag gedaan. Er zit ook weer veel latency op, blijkbaar. Op heel het gebeuren. Op heel de stream. Papa? Denk het niet. Laat ons misschien een klein beetje... Als het... soms een secondje storing, maar het gaat goed. Oké, top. Als het dan al iets mag zijn, laat ons dan even misschien... klein beetje mentor noemen of zo, maar papa ben ik maar van ene, man. Alright. Maar graag gedaan trouwens, Nemesis. Grapje, ik weet dat ook wel. even kijken. Herlock Sholmes. Dat was Ian toch, hè? Ja, dat was Ian. Het was aan jou. Ik verwarde jou in het begin van de stream met iemand anders. Het was jij. Dat was met jou dat het vorige keer was misgelopen. Hè? Dat het al lang geleden was dat ik jou... Ik kwam vandaag pas tot de conclusie dat ik jouw track nooit besproken had. Maar dan heb je een andere ingestuurd. Hè? Dat was jij. Even kijken. Neil. Nee. En Friet is er ook nog. Cronus, Herlock Sholmes, By My Side. Ah, dat was die NCS-track eigenlijk, hè? Toch? Oké. Okay. Komt-ie. Graaf een track trouwens, mannen. I'm sure.
Voilà. Er zijn nog fans, hè. Ik vind hem ook echt top. Ian. Ja, goh, wat moet ik hierop zeggen, man? Een heel graaf arrangement. Ja, Bart, stuur maar in. Stuur maar in. Andy@produceracademie.be. Dus Ian, wat moet ik hierop zeggen? Super arrangement. Heel grave sfeer in een track. Alles zit erin. Het enige kleine minpuntje dat ik zou willen meegeven is oppassen met gewoon alles in stereo te zetten. Ik zeg het hier heel regelmatig. Nu, op zich, hij blijft wel overeind in mono, dus op zich is er geen probleem. Maar probeer toch af en toe zoiets. Want als alles, ik zeg dat regelmatig, hè, als alles in stereo zit, als alles in stereo zit, zit er niks breed. Snapte dat? Ik bedoel, dus als alles eigenlijk, als er niks opvalt dat naar voren gemixt is en alles zit te breed, dan heb je geen contrast. Maar het is natuurlijk een beetje mierenneuken, want op zich blijft de mix in mono wel overeind. Maar ik zou gewoon zeggen, af en toe, even hier luisteren. Voilà, die lead hier bijvoorbeeld, die zit ook redelijk breed door de delays. Hè. Je hebt natuurlijk die Reese bass, die er al heel breed zit. Ik zou die lead echt veel of ietsje smaller maken. Ietsje smaller maken, ik zal het zo doen. En die iets meer naar voren, dat die opvalt. Weet je, dat die echt opvalt. Dat die ook niet een stuk van het geheel is. Maar dat is misschien persoonlijke voorkeur. Maar het is misschien iets wat je in het achterhoofd kan houden bij de volgende mix. En is naar kijken, is naar luisteren. Want het is nu al even geleden dat ik nog eens... want NCS is toch dat YouTube-kanaal, bedoel je? Het is al even geleden dat ik nog naar NCS heb geluisterd. Maar je gaat daar toch 9 van de 10... of in 8 van de 10 tracks ga je toch altijd wel iets hebben dat zo dan ervoor zit en dat opvalt. En dat is een klein puntje van... doe ermee wat je wil. Maar dat is een klein puntje van dat ik jou wou meegeven. Maar voor de rest, veel white noise in de synths. Dat zit vooral in die Reese bass opzij. Op zich vond ik dat niet echt een probleem, want dat geeft mee aan de hype van de track. Maar ja, als je dan die lead ietsje meer naar voren zet, dan valt die meer op. Dus dan zou die white noise misschien iets minder opvallen. Het is maar een idee. Oké, ik hoop dat je daar iets mee bent, Ian. Het is het is zeker geen must, maar ik geef alleen maar ideeën om mee aan de slag te gaan. Hè. Voilà. Dus, Killa Mahaney. Had jij trouwens een track ingestuurd voor vandaag? Of kom jij gewoon eens kijken? Licht aan de speakers dan. Ja, weet je, het is... elke track klinkt natuurlijk anders op elke speaker, hè. En bij het ene setje gaat dat al wat sneller opvallen dan bij het andere setje. Maar ik had daar niet zo'n echte probleem mee. Nee. Oké, zijn er nog mensen online? Er was nog Youssef Roshima, die een leuke track had ingestuurd. Ah ja, en Friet zeker, hè? Friet is er ook nog misschien. Even kijken, Friet, jij had... Oké, graag gedaan. En leuk dat je dan toch komen kijken bent. Of komen luisteren bent. Werk zeker aan die tracks. En volgende keer. We gaan nog eens even luisteren naar een track van Friet ook.
altijd heel leuk om naar te luisteren. Intro. I feel they're talking, feel they're talking about me. Am I the one? Who is feeling their shames? Now, now they've told me that I'm not worthy in their lives. I feel they're talking about me. Feel they're talking about me. Am I the one? Who is feeling their shames? Voilà, zoals steeds, Fried, ik denk niet dat hem nog aanwezig is, maar, oeps, ik ga even pauzeren. Zoals steeds, Fried is een meester in het arrangement, te maken, vind ik zelf, en Ear Candy, en ook al in mixing. In dit geval was hij zich blijkbaar zorgen aan het maken over de bridge, maar om heel eerlijk te zijn, ben ik niet 100% zeker wat hij met de bridge wil bedoelen. Ik hoor vooral eigenlijk strofes. en dan ja, die overgaan in een soort van refrein, maar het is niet 100% duidelijk. Dus als ik dan één ding mag meegeven voor deze track. Het is ook een track during arranging staat er. Dus het is een demo, het is zeker nog niet af. Maar als ik één ding mag meegeven is de muziek staat er. De muziek is top. De vocal begint goed, maar vocal weinig herkenningspunt. Ja? Dus als je dan toch een vocal track gaat maken, zorg dan dat er iets in zit dat echt ook een herkenningspunt is. En dat mis ik vooral een beetje in deze track. En, maar dat is dan op arrangementair gewijs. Wat er mij nog opviel, en dan moet ik heel even ondertussen mijn... juist was hij al opgestart, mijn Logic even opstarten. Ik wil nog even iets laten zien aan mensen. Ik weet niet of er op een gegeven moment, of het jullie ook is opgevallen, dat er op een gegeven moment heel veel sublaag in de track zit. Nu, zelfs op een goede koptelefoon als deze viel het mij ook niet 100% op. Maar ik wou gewoon nog maar eens even het belang laten horen van te werken, of toch zeker eens te checken met
op het einde van je mix of tijdens het mixen of zo, het belang van een VU-meter. Want dan ga je op een gegeven moment, ik ga je iets laten zien en horen, en dan ga je direct zien, dan ga ik me direct wat verduidelijken. Even kijken, chat with desktop, voilà. Ik kan even een track terug laten spelen en dan moet je eens even kijken naar die VU-meters op een gegeven moment. He, die blijven normaal gezien, je gaat zien, ik ga het wat verder doen, die, je gaat zien dat die altijd normaal uitslagen, maar hier op een gegeven moment gaan die zot beginnen doen. En dat hoor je amper in de muziek. Ik zal het even laten horen en zien. Oeps, oké. Even mijn audio goed zetten. We zitten hier. Audio naar loopback. Apply changes. Oké. Kijk hier. Voilà. Hier, dat stukje bedoel ik dus. Hè. En je ziet hier die VU-meters die slagen normaal uit. Hè. Geen enkel probleem. Tanden nul. Maar dan hier dat stuk. Zie je die zotte sprongen maken? En je ziet het ook een klein beetje in. Maar dat zijn dus dingen waarop een limiter eigenlijk zwaar gaat flippen. Hè. Als je dit zou gaan limiten, dan zou het wel eens heel. Dan is de kans heel groot dat je hier distortion op gaat krijgen. Maar je hoort dat dus amper. Bij mij viel het op, omdat de speakers waarop ik werk, die slagen nogal uit. Die hebben een aparte speaker en die slagen normaal uit. En ik zag die daar ineens echt beginnen flapperen. Ik had het zelfs nog niet heel hard door, omdat het op laag volume was. Maar ja, check je mix ook eens met een volume, met een VU-meter. En ook de isolate, waar ik het al een paar keer over heb gehad, zet die in low frequency solo en ga zo eens checken. Dan ga je ook, ik weet niet of je dat heel hard hoort op YouTube, maar zo kan je dat ook checken. Hè? Dus als je van hier... Ik weet niet of je dat heel hard hoort. Ja, dat is heel stil, hè. Oeps. Even kijken of jullie die... Ja, oké, ik dacht het al. Brrr. Verdorie. Sorry, mannen. Vandaag gaat het weer technisch even een klein beetje mis. Waarom horen jullie dat niet? Staat toch op loopback? Echt, hè? Soms die loopback. Het is niet wat dat moet zijn. Mijn momenten. Oké, het is vreemd dat je niks hoort. Want normaal gezien zou het er toch wel moeten doorkomen. Nog altijd niks? Nog altijd niks? Met Logic? Heel vreemd. Echt heel raar waarom het de ene keer wel werkt en de andere keer niet. Maar goed. Nope. Enkel mijn stem. Geen flauw idee waarom dat dus soms die... die patching van die audio... het is al lang geleden dat ik nog eens een technisch probleempje heb gehad, maar vandaag is het weer zover. Oké. Okay. Ik kom er volgende keer dan nog eens op terug. Oké. Okay. Laat ons gewoon even verder gaan. Bart, jij had nog een... even kijken, jij had nog een track doorgestuurd. Ik ga die even downloaden. Zo. En ondertussen... Even kijken, zijn we nog met wat mensen? Oké, we zijn nog met wat mensen online. Even zien...
Girls on Acid. Oké, ik download hem even ondertussen, Bart. En normaal gezien zou het met QuickTime geen enkel probleem mogen zijn. Graag gedaan, Bart. Je bent er heel dikwijls bij, dus geen enkel probleem. Oké, komt-ie. Weer niks waarschijnlijk, hè? Allee, jong, wat is het hier toch? Ik ga er even hier afzetten en terug opzetten. Ik zit hier ook niet binnenkomen in... no. Nu wel. Oké, ik kan er eens even uitzetten. Nu wel? Denk het wel, hè? Ja, oké, ik zag het ook. Ja, voor de een of andere manier gaat dat dus soms heel af en toe. In het begin had ik er ook wat problemen mee, maar heel af en toe gaat dat met loopback audio, gaat die patching van die audio een beetje fout. Maar goed, niet getreurd, we zijn terug bezig. Komt-ie.
Oké, Bart. Ik hoor dat het... Allee, ik lees... je stuurt zeker dat het nog een work in progress is. Nu... John heeft... John, trouwens, welkom. John had dat ook al gezegd. Ik vind een hele leuke vibe. Een beetje dub. Dub-style. Maar het is... Er zit zoveel in. En er komt zo... Er komen ook regelmatig dingen bij tezamen die allebei mijn aandacht opeisen. Ik probeer daar echt in te shiften. Ik wou hem eigenlijk stoppen onderweg, maar dit was de eerste keer dat het mij opviel. Hier ergens... Hot, domme. Hier ergens... Allee, waar is het hier ergens? Sorry, ik vind het niet direct terug. Maar er begint ergens de vrouwen, er begint een vrouwenstem en er begint nog een tegenmelodie in lied die ook net op hetzelfde moment begint. Probeer daar echt in te shiften in je arrangement. Dat gaat ook je mix makkelijker maken. Als je maar één ding dat je naar voren schuift... moet mixen, terwijl dat je twee dingen tegelijkertijd plaats moet geven, die allebei eigenlijk een hoofdingrediënt zijn. Probeer daar echt in te shiften. Hè? Voor de rest, dat was eigenlijk, eerlijk gezegd, ja, mijn hoofd, ja, hetgeen dat ik het meeste wou meegeven, is... Gewoon het feit, probeer echt te shiften in je arrangement. Het één ding ervoor, het andere weg. Natuurlijk, je mag wel ear candy en zo laten bewegen, maar geen twee hoofdingrediënten tegelijk. Voor de rest, even denken, qua mix. Ik hoor het nu ook op mijn koptelefoon, mijn speakers, door de patching werken ze niet. Je bas en zo en je drums zitten heel goed. Dus daar weinig op aan te... niks op aan te merken. Shiften. Niet te veel tegelijk. Dat is eigenlijk vooral het enige wat ik er tot hier toe op te zeggen heb. En ja, structuur. Hè, want het is ook weer... 3 minuten... bijna 4 minuten. Ik weet niet of je er een soort van single wilt van maken, maar... Ik zou hem iets korter maken en ja, kiezen. Niet te veel tegelijk. Alright, top. Ik weet niet of er ondertussen... zeker doen. Zeker, want je weet, binnen de 7 seconden... Ik weet niet hoe dat uw intro is, maar dat wou ik eigenlijk ook nog opzeggen. Daarnet op de track van Fried, die een intro... Dit bijvoorbeeld. Snap je wat ik wil zeggen qua intro? Dat is geniaal. Ik bedoel, meer is er niet nodig. Zo begrijpt het dat mensen... Vanaf het eerste moment gaan zoiets hebben van... Oké, dat vind ik goed of dat vind ik niet goed. En die aandacht gaat direct blijven, omdat de... de glue compressor. Omdat de vocal begint direct. Dus probeer dat ook echt toe te passen. Zeker als je je tracks voor Spotify, Bart, probeer dat ook toe te passen in jouw tracks. De glue compressor, inderdaad. Dat was ik al vergeten, sorry. Het is goed dat je mij doet al herinneren. De glue compressor, de SSL buscompressor. Eigenlijk buscompressie in het algemeen. Hè. Bart had een vraag over
een zekere streaky, een iemand die mastering doet, die eigenlijk met zo'n glue, de SSL buscompressor, dat die eigenlijk heel weinig compressie gaat toepassen op die eindmix. Natuurlijk, ten eerste, dat hangt wel een beetje af van track tot track. Maar algemeen doe ik dat zelf ook niet. En waarom niet? Omdat je moet even... Allee, weten, vooral in het geval van die SSL-buscompressor, die heeft, als je die gebruikt in zijn originele vorm, zonder dat die sidechaining, sidechaining heeft, dus zonder dat die de lage tonen wel kan laten doorkomen, valt er... nee, het kan zijn, John, dat het inderdaad wegvalt. Ik heb hier al constant vandaag staan mijn... Verdorie. Ja, mannen, sorry. Ik heb geen enkel idee. Het is weer zo een van die dagen waarin dat er technisch van alles wat fout gaat. Dus sorry voor de dropouts. Ik zie hier al heel het uur constant dat mijn drop frames in het rood gaan. Geen flauw idee waarom. Omdat ik alles hetzelfde doe als anders. Maar bon. Ik was dus bezig over die SSL buscompressor van Bart, die vraag van Bart. Dus ik was bezig dat die, als je die in zijn originele vorm gebruikt, dan moet je eigenlijk weten, een klein beetje weten van waar het die buscompressor, dat is eigenlijk de ingebouwde compressor van de SSL 4000-serie, dacht ik. En dat was een hele grote desk, een legendarische desk, waarop heel veel... destijds waarop vooral heel veel rock werd waar vooral heel veel rock werd opgemixt, hè? En omdat die compressor zeker in het rockgenre is een kick bijvoorbeeld eigenlijk heel weinig aanwezig. Maar op de een of andere manier... Oké. Ja, ik weet echt niet... Sorry, ze mannen. Ik weet echt niet hoe dat het komt. Maar zeker in het rockgenre heb je daar dus baat bij dat je een compressor hebt die dus traag gaat werken ten eerste. En dat laag van die kick en dat laag van die bassen heel mooi bij elkaar gaat duwen. Wat heb je natuurlijk als je dezelfde buscompressor gaat gebruiken in genres waar veel meer kick in zit? Ja, dan gaat hij, je weet het antwoord al, dan gaat hij natuurlijk heel hard beginnen uitslagen. En ondanks dat hij zijn reactievermogen, het is een VCA-compressor, ondanks dat hij vrij traag is, kan je dat toch beginnen horen. Vandaar dat de meeste mensen, en ikzelf, die compressor, die befaamde SSL-buscompressor, echt wel meer gaan gebruiken om uw klank een beetje te boetseren, in plaats van eigenlijk echt compressie te gaan laten doen. Dat is volgens mij de reden ook waarom dat streaky mastering dat ook op die manier doet. Ik gebruik hem ook. Hij heeft sowieso een bepaalde klank, hij heeft sowieso een bepaalde sound. En het is net die sound die dus aangenaam is. Die kan werken eigenlijk op zo goed als elke mix. Maar als je die dan echt te veel gaat laten werken, ja, dan gaat die alles naar beneden liggen trekken. En dan kan je dat pompgevoel al redelijk snel beginnen horen. En dat is denk ik de reden ook waarom dat streaky dat niet... waarom dat je die eigenlijk heel miniem gebruikt. En ik hem zelf ook miniem gebruik. Ik heb de originele van SSL, dus de native buscompressor, en die gebruik ik zo. Degene van Slay Digital, want er zijn ontiegelijk veel replica's van. Degene van Slay Digital, die heeft een sidechain. En die maakt sowieso
ook al laat je hem niet, ook al zet je gewoon de compressie, laat je die amper bewegen, die maakt uw track sowieso al redelijk agressief. En die ga ik veel gebruiken in sound design. Dus dan laat ik hem wel echt gaan. Maar dat is dan eerder om, ja, bijvoorbeeld, ja, een kick, een transient wat te tamen. Of een lead, een transient wat te tamen. Dan ga ik hem wel redelijk hard laten uitslagen. En dan heeft dat wel soms zijn nut. Maar zelf, op een volledige mix, ga ik hem dus alleen maar gebruiken voor het boetseren van de klank. Hè, dus de sound van de klank. En niet zozeer om heel hard te laten compressen. Dat doe ik dan eigenlijk eerder met de C2 gebruik ik daar veel voor. Of in mastering gebruik ik dan weer de mid-side van Slate. Ik kan er even op de naam niet komen. Het is ook een clone van iets. Hè. Maar voilà, Bart. Ik weet niet of dat een beetje een antwoord is op jouw vraag. Dus het komt er eigenlijk op neer dat ik er wat hetzelfde over denk. Dus om het alleen maar gebruik om te boetseren en niet echt om zwaar te compresseren. Dus ik hoop dat je hiermee een beetje dat een antwoord is op je vraag. Als er niemand nog een vraag heeft, dan zou ik het... ik had sowieso al voorzien dat ik het wat korter wou houden vandaag. Maar als er niemand nog een vraag heeft, dan gaan we het hierbij houden. Want technisch loopt het hier allemaal een beetje verkeerd vandaag. En daar word ik wat zenuwachtig van. Dus mannen, laat nog eens weten of je nog een vraag hebt over iets. Ik weet niet of we nog met veel zijn. Op dit moment zijn we niet zoveel niet meer. Dus laat nog eens weten of je een vraag hebt. En zo niet, dan gaan we het hierbij houden. Vergeet vooral niet, als je er toch iets aan hebt gehad, van te liken, het duimpje omhoog en abonneren op het kanaal. Maar jullie weten dat allemaal wel. En zet het belletje aan. Hè. Alright? Dus, laat ons het hier even bij houden. Ik zie geen vragen meer binnenkomen. Oftewel loopt het gewoon heel traag. Ik ga het even typen. Oké. Als jullie nog vragen hebben, stel ze dan nu even. En anders gaan we... Stel ze dan nu even. En anders gaan we het hierbij houden. Voilà. In elk geval, super bedankt voor degenen die er waren. En ik hoop jullie zeker volgende keer terug te zien. En hopelijk met normale... Gaat het dan terug wat normaler met de streaming en de technische kant van de zaak. Echt heel frustrerend, waarom dat je altijd dezelfde dingen doet. En de ene keer wel dat wel werkt en de andere keer niet. Maar goed. Oké, mannen. Ik zie geen vragen verschijnen. Dus laat ons het hierbij houden. En ik zie jullie de volgende keer terug. Graag gedaan, Bart. Tot de volgende keer. Bye-bye. Yo, John. Bye-bye.